Goedenavond. Nou. Hallo. Kijk, daar zijn de drie kleuren al. De sweetie cake kleurtjes. Jullie hadden allemaal al gezien wat we gingen doen, denk ik. Ik had even op Facebook een aankondiging gedaan. Want we gaan cupcakes opspuiten. Met een hele leuke set. Kijken of die hier nog ligt. Natuurlijk alsnog iets vergeten. Kijk, daar is die. Goedenavond, leuk dat jullie er zijn. Oh, hier is het kleine meisje heerlijk aan het slapen. Pauze op werk, kijk, altijd goed. Goede timing. Er zijn vast ook mensen die al Sinterklaas hebben gevierd vanavond. Nou ja, wij vieren het morgen en ik dacht, ik heb wel zin in lekkere cupcakes. Dus het is een mooie gelegenheid om jullie te laten zien hoe deze 3-color swirl adapter werkt. Dus dat gaan we doen. Leuk dat jullie er zijn. Dit is wat er in dit pakketje zit. We hebben ook een setje, die hebben we op het moment even niet op voorraad. Maar dan zitten er 2 spuitmondjes bij en nog wat spuitzakken. Maar dit is eigenlijk het belangrijkste. En als je bepaalde spuitmondjes al hebt, dan kan je net zo goed deze kopen. Want welke kan er namelijk op? Dat is de 1M. Dat is eigenlijk de gewone standaard spuitmond voor een toef. En in hetzelfde pakketje zit ook de 2A. Dat is een helemaal gladde spuitmond. Die kan daar ook op. Niet alle spuitmondjes passen op de koppelaar namelijk. En welke niet in het setje zit, maar die er ook op past. En die zal ik ook laten zien, is de 4B. Die geeft ook weer een ander effect. Die heeft heel veel kleine tandjes. Dus die 3 ga ik laten zien. We hebben een tijd terug al een keertje gedaan op Periscope. Helemaal in het begin. Maar toen liepen we eigenlijk een beetje te klungelen. Want we kregen hem gewoon niet lekker in elkaar. En nou ja, ik kwam laatst wat tegen. En toen zei iemand iets. En toen dacht ik, hey, zo werkt het dus. Dus ik ga jullie laten zien hoe het werkt. Hoe het makkelijk kan. Die 3 stukken die je dus hebt, die moeten in de spuitzak. Nou, ik heb er al 2 voor gedaan. En hier is nummer 3. Maar wat deden wij eerst? Oh nee, wacht, dat komt later. Deze 2 zitten er al in. Ik zou even laten zien hoe ik dat gedaan heb. Ik dacht, ik doe er vast even 2 voor. Dat scheelt weer. Je stopt hem erin. Je hem echt zo ver mogelijk te induwen. En dan knip je er een stuk van af. En nooit te veel doen. Dat deed ik meteen wel vanmiddag. Want dan, als je te veel doet, dan schiet hij er zo doorheen. En dan blijft er natuurlijk niks zitten. Goed, haal hem er even af. Maar wat wel heel belangrijk is bij deze, is dat dit, ik weet niet of je dat kan zien, er zit een gaatje en een uitstulpsel. En die moeten wel, zeg maar, daar mag geen zak overheen zitten. Want dan klikt hij niet lekker in elkaar. Want je snapt het al, er zit een uitstulping en dat moet in het gaatje hier. Kijk, en hier zit dus plastic er nog net overheen. Dus dat moet ik even goed doen. En dan kan je ze zo een beetje in elkaar klikken. Als het goed is. Ik heb nog te veel plastic, dus ik moet even een beetje trekken en duwen en anders bijknippen. Want ze moeten goed op elkaar zitten. En wat we de vorige keer hadden gedaan, is dat we eerst de zakken gevuld hadden. En dat we ze toen pas aan elkaar gingen maken. En dan ben je echt aan het klungelen, want er zit hier allemaal botercrème of wat je bij het mee spuit, zeg maar. En het wordt dan heel erg dik, dus dat werkt niet zo fijn. Dus dat is niet handig. Ik ga even kijken of dit strak genoeg is. Je ziet het al, het gaat niet allemaal van een leidakje. Nou, ik ga toch even kijken wat ik bij moet knippen, want het werkt niet zo. Vanmiddag kon ik ze zo in elkaar klikken natuurlijk. Even nog een stukje eraf. Nou, ik zet maar even naar boven. Weg met dat stukje plastic. Zo. Nou, ik denk dat het zo wel moet lukken. Als jullie vragen hebben, mag je ze stellen. Hè? Onderin kun je een tekstbalkje tevoorschijn halen. Kan je vragen intypen. Kan ik hem beantwoorden voor je, als ik het weet. Kan ik het uitproberen. Hè? Soms kan ik het laten zien. Nou. Zou die daar moeten? Ja, kijk. Even een andere pakken en dan past het ineens wel. Kijk, zo zitten ze in elkaar. Dan kies je dus het spuitmondje. Ik ga eerst voor de 1M. Die zet je erop en dan draai je de grote paarse ring erop.
Oh, erg. Het is weer zo'n dag. Nee, komt goed. Om iets steviger vast proberen te houden. Moet ook allemaal niet goed gaan. Hè? Dan denken jullie allemaal dat het super makkelijk is. Dan zit je thuis zelf te klungelen. Kijk, nou denk je, oh, Vivian vond het ook niet makkelijk. Kijk, daar zitten ze alle drie in. En dan ga je ze vullen. En de tip is wel om ze niet te veel te vullen. Want als ze te vol zitten, dan is het gewoon heel lastig vasthouden. Volgens mij ga ik maar enkel... Nee, het kan best. Het is gelukt. Maar jij wou vanavond ook drie kleuren gaan doen. Dus je zei, dat is mooi. Kan ik bij jou spieken. Even kijken, ik doe er twee flinke lepels in. Volgens mij is dat echt genoeg. Want je hebt dus drie spuitzakken tegelijk vast zometeen. En dat wordt een hele dikke klodder anders. We hebben Enchanted Cream gebruikt. Dat is de nieuwe crème van Funcakes. En die is echt lekker. Er zit geen boter in, dus het is niet zo vettig en zo zwaar als boter. Helemaal stress genoeg met de taart. Oh jee. maar die Enchanted Cream is echt een aanrader. Je kan een lekkere toespuiten zonder dat je denkt, wat veel. Dus die hebben we hiervoor gebruikt. Ik dacht, het is wel leuk om meteen even te kijken hoe mooi je daarmee kan afspuiten. En het is gewoon veel en veel lekkerder. Je kan er gewoon een smaakstofje doorheen doen. Dat is geen probleem. Zo, die gaat er ook in. Is dat genoeg? Een beetje erbij. Even zorgen dat je de lucht er een beetje uitduwt. Dat je zo min mogelijk luchtbellen erin hebt. Anders krijg je geen mooie toef natuurlijk. Kunnen jullie mij wel verstaan met die krakende zakken erbij? Zo. En nummer 3. Ja, oh gelukkig. Wat je dus altijd doet als je een spuitzak vult, is eerst een manchet omvouwen. Kijk, jullie zijn er allemaal wel. Een manchet omvouwen, want dan blijft dat stuk schoon. Anders krijg je er echt een smeerboeltje van. Nou, lepel nummer 3 en kleur nummer 3. Erin. En nog een kloddertje erbij. Ja, die elastiekjes die komen zo. Maar ik wil eigenlijk kijken of er één elastiekje eromheen, of dat lukt. Dat leek mij praktisch, hè. Maar misschien is het helemaal niet anders. Even kijken. En dan hier ook weer even het manchet terugvouwen. Even zorgen dat de lucht eruit is. Zo. En dan zorgen dat die naar beneden gaat. Nou, ik zie nu alleen paars aankomen, dus ik ga even die andere bijduwen. Zo, gaat het werken. Zo. Nou, dit is wel een beetje het maximale wat je wil, zeg maar. Dit is nog vast te houden. We hadden toen echt zo'n zak, zeg maar. Dus dat was wel een beetje too much. Even kijken of ik hem hier omheen kan krijgen. Het zijn van die elastiekjes, ken je ze? Zo, rond en dan zo'n dingetje eronderaan. En die doe je er omheen, dus die hoeft niet er overheen. En dan komt er hier... Zit die vast, zeg maar. Zo. Ik ga even hier kijken dat er 3 kleuren komen. Want dat is natuurlijk zonde als dat nog niet zo is. Ja, kijk. Daar komt die. Goed. Mijn cupcakeje. Met de Sinterklaaspapiertje. En dan ga ik het toef op spuiten. Ik begin in het midden. Zodat hij een beetje ook een binnenkant heeft. En dan ga ik naar de buitenkant. En dan draai ik langzaamaan zo. Met botercrème hoef ik echt niet zo'n toef op mijn cupcake. Maar met de Enchanted Cream, heerlijk. Echt, hij kan mij niet groot genoeg zijn. Het mag een soft ijsje opkomen, zeg maar. Dus je ziet het, 3 kleuren. Ik zal er even nog een keer in doen. Nog eentje. In het midden eventjes wat. Aan de buitenkant. En dan draai je zo een mooie toef erbovenop. Kijk eens. Een klein beetje scheef.
Maar de drie kleurtjes zitten erop. Ja, gaaf hè? Ik vind het ook echt super gaaf. En het is op deze manier dus ook nog eens lekker. Ik wil zo'n grote touffe van botercrème. Nou ja, dat hoeft meestal niet, dat zei ik al. Maar dit is echt super lekker. Er zit hier alleen door de groene niet. Maar door die andere twee zitten aardbeiensmaakjes. Ik ruik het gewoon. Dan doen we gewoon die smaakstofpotjes van Funcakes doorheen. Dus dan kan je er ook nog elke keer variëren met de smaken. Ik ga de andere twee ook nog even laten zien. Kijk, en dat is het voordeel van een koppeler, hè? Dan kun je gewoon tussendoor, zonder dat je nieuwe zakken hoeft te pakken, zonder dat je het moeilijk hoeft te doen, kun je tussendoor even een ander spuitmondje erop doen. En kan je zo weer iets nieuws maken. Nou, hetzelfde verhaal bij deze. Een beetje in het midden beginnen. Hé, waar blijft mijn groen? Oh, daar. Groen bleef een beetje achter. Dus ik ga even nog eentje doen. Even kijken of ik dat kan verhelpen. Het is een beetje tegelijk aan te duwen. Deze cupcake is een beetje erin gevallen. Maar goed, volgens mij moet het niet zoveel uitmaken. Kijk, nou zijn alle drie de kleuren er wel. Ja. Tada. Ik ga een beetje scheef, omdat ik hem scheef hou voor jullie. Maar het is wel duidelijk, hè? Echt superleuk. Als je een feestje hebt met themakleuren, is het superleuk. En als je nou ja, voor een bepaalde voetbalvereniging of een bepaalde club die kleuren heeft. Ik ga even een rechter maken hoor. Zo. Je kan het gewoon altijd aanpassen aan kerstkleurtjes. Nou ja, wat je maar wil. Ik heb binnenkort een Lego feestje, dus ik denk dat we dan maar Lego kleuren gaan doen. Ik vind alleen dat dat er vier zijn, dus ik moet nog even bedenken hoe we dat gaan doen. Dan ga ik je de 4B nog even laten zien. Dus deze eraf. Volgende erop. Dus. Zo. Nou, toe dan. De andere spuitmondjes, we hebben gepast op een paar andere spuitmondjes, maar die pasten er niet op. Het zijn echt deze drie. De twee die je net hebt gezien, die zitten bij in de set. Als je de set koopt met spuitmondjes erbij. En deze kun je dan nog los erbij kopen. Of je koopt dus de koppeler los. En dan kun je de rest ook loskopen, welke jij mooi vindt of welke je al hebt. Nou, de 4B is dus met allemaal kleine kartelrandjes. Karteltandjes, hoe zeg je dat? En dat ziet er dan weer net iets anders uit. Leuk, hè? Oh, het wordt hier echt heel vrolijk. Ik zal het zo laten zien. Doen we ook nog een keertje. Oeh, nou is die bijna leeg. Kijk, dat kon eigenlijk niet meer. Ik had even iets meer naar beneden moeten doen. Maar kijk. Ik maak hem zo af. Oké. Bijna, hè? Goed. Nou, zal ik ze nog even laten zien? Dit is de 4B. Dit is de 2A. En dit is de 1M. En het is maar net hoe hoog en hoeveel je spuit en hoe hard je knijpt. Hoe ze worden natuurlijk. Maar zo kan je allerlei verschillende toeven maken met de 3-color coupler. Ja, vind je dit leuk? Ik zie allemaal hartjes. Als je op het scherm drukt, kan je hartjes geven. Dan weet ik dat je het leuk vindt. Zijn er nog vragen over? Hoe lang kun je die cream gebruiken? Hij blijft 5 dagen goed in de koelkast. Dus, en het hoeft gewoon niet de hele tijd terug in de koelkast, zoals slagroom, zeg maar. Die moet je echt elke keer terug doen. En dit blijft ook wel een tijdje goed zo. We hebben nu een deel van dit zelfs, komt uit de vriezer. We hebben van de week in de vriezer gegooid. Hebben we er vandaag uitgehaald om eens te kijken hoe het dan houdt. En het blijft ook gewoon. Prima, er gebeurt eigenlijk niks mee. Het is niet alsof slagroom kan inzakken. Nee, het is geen botercrème. We hebben enchanted cream gebruikt. Ik zal hem even laten zien. Dat is deze crème. Die is nieuw van Funcakes. En daarmee kun je echt een spierwitte crème, zie je ook, hè? Dus als je iets met bruidscupcakes wil en je wil echt wit hebben, kan je echt spierwitte crème maken. Dus dat is een voordeel. Er gaat geen boter in, dus het is niet zo vettig en niet zo zwaar. Als je een bak botercrème en een bak enchanted cream hebt, dan is het echt zo, zeg maar. Die enchanted cream weegt echt niks. We gingen een speculaas sneak maken afgelopen weekend. Daar doen we normaal 350 gram botercrème op.
En er ging maar 150 gram enchantecreme op. Dus het is minder dan de helft in gewicht. Dus dat, maar ja, dat voel je op je maag natuurlijk ook. Het is ook niet super zoet. En je zou er natuurlijk altijd nog iets van een citroensmaakje doorheen kunnen doen. Waardoor je het nog minder zoet maakt. Wat je met botercrème natuurlijk ook kan. En het is echt... ja, we vinden het echt een hele verademing, zeg maar, met wat je eerst had. Zeker hè, zo'n toef. Dat is echt wel van enchanted cream, zeg ik. Lekker. Kom maar op. het is direct stijf als je het opklopt. Je kan het ook direct aanmaken, dus je hoeft niet een papje te laten staan. Nee, ik heb het ook al gebruikt als vulling voor de taart. Gaat ook prima. En mee afsmeren, daar zijn we nog mee aan het experimenteren. Of dat echt wil, daar durf ik nog geen definitief antwoord over te geven. Maar ik ga het binnenkort wel proberen of je er ook mee kan afsmeren. Het is wel wat zachter als botercrème. Dus botercrème kun je wel iets makkelijker mee camoufleren natuurlijk. Maar zeker als vulling is het ook erg lekker. Dat hebben we de laatste basisstaartworkshop afgelopen week hebben we dat uitgeprobeerd. En dat was echt. De mensen waren ook allemaal heel enthousiast die dat proefden. En dat tussen hun taartjes smeerden. Je maakt het ook gewoon super makkelijk. Hè? De botercrème moet eigenlijk een uur staan. Nou zeg ik altijd al dat dat wel sneller kan. Maar hierbij is het echt alleen water en melk. Of alleen melk of alleen water. Toevoegen, mixen en het is klaar. Dus je hebt echt binnen 3 minuten heb je je vulling klaar, zeg maar. Smaak je erdoor, kleurt je erdoor als je wil. En gaan. Nee, het zakt echt niet in. Het zakt ook niet in als je het in de vriezer doet en er weer uithaalt. Het is echt, kijk, het blijft echt super mooi. Het is een mooie stevigheid heeft het gewoon. En dat houdt het ook gewoon. Het valt niet eens van me. Ah, alles gemist. Je kan zo terugkijken. Als ik zo klaar ben, dan kan je hem gewoon weer aanzetten. En dan kan je het hele stukje nog een keer terugkijken. Tijd vergeten door de visite. Ja, ik zat te stressen. Ik denk, oh, ik heb gezegd 9 uur en dan moet ik opschieten. Dus maar het is echt een hele dikke crème die echt super lekker... ja, het zit een beetje, het gaat een beetje richting slagroom, maar het is het niet. Sommige mensen vinden het iets weg hebben van de vulling van een 9-zoen. Vind ik niet helemaal, maar nou ja, dat is ook wel iets. Maar het is gewoon echt een keer wat anders. Dus, verder nog vragen? Ik denk dat ik me zomaar ga vergrijpen aan een lekkere cupcake. Oh nee, die waren vanmorgen, hè? Ja, kun je gewoon een smaakje doorheen doen. Gewoon de smaakstoffen die je ook door je botercrème heen doet, kun je hier ook gewoon doorheen doen. Ja, echt proberen. Het is echt heel erg lekker. We hebben het ook wel regelmatig in de winkel te proeven staan. Dus als we nog wat over hebben, dan staat het gewoon in de koelkast. Dus vraag er gerust na of we nog wat hebben. Want dan mag je gewoon proeven. En dan zal je zien dat het... qua textuur is het gewoon echt heel lekker licht. En ja, zelfde kleurstoffen. Ja, dus makkelijker wordt het eigenlijk niet. Het is snel klaar, het is hetzelfde te gebruiken. Je kan er hartstikke goed mee spuiten. Het blijft ook gewoon goed, zeg maar. Het is niet, het zakt niet in. Dus, nou ja, zeker met dit soort dingen is het dan echt superleuk. Dus, ja. Verder nog vragen? Oh, je zou het hier moeten ruiken. Het ruikt zo lekker. Ja, dankjewel. Ja, is echt het moeite van het testen. Waar enchanted cream, hij staat ook in de webshop. De coupler staat ook in de webshop, mocht je niet in de buurt wonen. We hebben hem ook op voorraad in de winkel. Dus ja, hartstikke leuk. Nou, als jullie geen vragen meer hebben, dan wens ik jullie een hele fijne avond en een fijn Sinterklaasweekend. En dan kom ik volgende week wel weer met een nieuwe demo. Als jullie nog suggesties hebben voor demo's, hoor ik ze ook graag. Als je zegt, nou, ik heb dit in huis liggen, maar kan er echt niks mee, dan ga ik ermee aan het werk. Dankjewel. Wij vieren morgen eind van de middag Sinterklaas. Ik ben heel benieuwd hoe de kinderen het gaan vinden. Ja, jullie ook een fijn weekend.